Heiligmaking is een stap naar een opwekking. Er vroeg eens iemand aan de evangelist Gypsy Smith: wat kan ik doen dat er een opwekking komt in mijn kerk? Toen zei hij: ga naar je kamer, neem een krijtje, maak een krijtcirkel op de grond en kniel in het midden van die cirkel en bid dan: Heer, zend een opwekking in mijn kerk en begin het in het midden van deze cirkel. Die was raak, hè? Maar hij had gelijk. Het is Gods wil, onze heiliging. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd dat we wederom geboren moeten worden, dat we een kind van God kunnen worden en dat we dan onze zonde bij de Heer gaan brengen. En nu wil ik spreken tot de kinderen Gods. Iedereen kan een kind van God worden. Want wat gedaan werd aan het kruis is volbracht. En we hebben alleen maar zo echt met ons hele hart ja te zeggen tot Jezus. En dan doet Hij dat wonder dat we kinderen Gods worden. En dat is een begin. Dan zijn we als het ware apart gezet. En op een heerlijke manier apart gezet in het leger van Jezus. In Exodus 33 vers 16 staat: waaraan zal geweten worden dat ik en uw volk genade gevonden zal hebben in uw ogen? Dan doordat gij met ons medegaat. Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken op de aardbodem. Hier gaat het over een geheiligd volk. En ik spreek nu over een geheiligd mens. Het betekent genade in Gods ogen gevonden te hebben en dat Hij met ons meegaat. Wat is dat geweldig. We zijn nooit meer alleen, wat er ook gebeurt. Daarom kunnen we zo begrijpen dat een ongeheiligd christen niet in Gods wil is, maar een zorg voor God. Kijk, nu moet je begrijpen, je bent niet verantwoordelijk voor wat je bent, maar voor wat je blijft. Vallen in het water hoeft niet te betekenen dat je verdrinkt, maar blijven in het water doet het. Nu gaat het bij de heiligen, die reiniging, om hele ernstige waarheden. Er is geen ruimte voor een compromis. Iemand zei: mijn vinger is helemaal zwart, maar hij wijst toch naar Jezus. Dat kan wel het begin zijn, maar dat mag niet zo blijven. Als je naar Jezus wijst, bij hem komt, dan wil de Heer Jezus die zwarte vinger schoonmaken. En dan doet hij het grondig. Een zakkenroller zei eens: ik ben christelijk geworden. Ik gapte iedere week altijd een 50, 60 horloges. Maar nu doe ik dat niet meer. Ik gap er alleen maar 5 of 6. Kijk, dat gaat niet. En nu schud je even je hoofd of je lacht om die zakkenroller. Maar zijn jullie en ik ook niet vaak precies hetzelfde? Nee, we zullen niet gappen, we zullen niet stelen, niet bedriegen. Maar een heel klein beetje de belasting ontduiken. Als je het een beetje handig doet, nee, dat kan er wel mee door, hè? Nee, dat kan er niet mee door. Er kan niets mee door. En nu is het mogelijk om rein en heilig te leven, omdat de Heer met ons meegaat. Een onbeleden zonde, als je nog zo klein. Een zonde waarvan je je niet bekeerd hebt, is springlevend. We moeten goed begrijpen dat we een antwoord hebben in de Bijbel voor onze zonde. En dat is zoiets heerlijks. Dikwijls denken we, vooral als je trouw naar de kerk gaat, dat je het zo weet wat je moet doen. Ik zal nooit vergeten, een meisje in Brazilië, ze vertelde dat ze heel erg aan het twijfelen was. Ze zei: ik heb in de tijd wel ja gezegd tot Jezus en ik dacht dat ik toen een kind van God werd. Maar ik moet u eerlijk verklaren, ik geloof niet meer in de Bijbel. Ik geloof niet meer dat God bestaat. Ik geloof eigenlijk niks meer. En toen las ik haar voor uit de Bijbel dat de Heer Jezus heeft gezegd dat de Heilige Geest ons zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde dat zij niet in mij geloven. Om niet te geloven in de Heer Jezus, dat is een oorzonde, een grote zonde. Een zonde die weer heel veel andere zonden baart. En toen na een poosje zei ze: oh, ik zie het ineens, ik heb echt die zonde gedaan, die zonde van de twijfel. Toen zei ik tegen haar: weet je wat je met de zonde kunt doen? Jazeker, ik lees mijn Bijbel. Wil je dat dan doen? Er staat in 1 Johannes 1 vers 7, wanneer we onze zonde beleiden, Hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven.
Ja, dat wil ik doen. Ze vouwde haar handen en zei, Heer, wilt u me helpen om niet meer te twijfelen? Maar dat is niet vergeving vragen. Dat is niet het antwoord op de zonde. Eerst moet er zijn een vergeving vragen. Een gereinigd worden en dan kun je vragen of de Heer je helpen wil. En ze zag het. En toen vernederde ze zich. Ze zei, Heer, ik heb een grote zonde gedaan. Ik heb getwijfeld aan u en aan alles wat de Bijbel me leert. En wat ik vroeger heb geloofd, wilt u me vergeven? En op het ogenblik dat ze dit zei, werd ze vergeven. Daarna zei hij tegen haar, nou kun je dat andere gebed ook bidden. Eerst belijden en dan vertrouwen dat de Heer zijn sterke hand op jouw zwakke hand legt. Hij maakt je meer dan overwinnaar. Hij zet je op overwinningsgrond. Het staat zo heel ernstig in 1 Petrus 1 vers 17 en 18. Als je hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wandel dan in vreze ten tijde uw vreemdelingschap, wetende dat ge niet met vergankelijke dingen als zilver en goud zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader is overgeleverd, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Wat een heel ernstige zaak is het toch eigenlijk, die heilig maken. We zijn gekocht met het bloed van Christus. We zijn gekocht met een heel dure prijs. Christen, je doet alsof je jezelf toebehoort. Vergeet niet dat je alle rechten verloren hebt op Golgotha. We zijn gekocht met huid en haar. Jezus heeft de prijs betaald. Heb je de waarde gegeven waarvoor betaald is? Ik gebruik wel eens dit voorbeeld. Stel je eens voor dat toen ik een horlogezaak had, je bij me kwam en je kocht een gouden horloge met een gouden band. Dat is voor dat als ik het inpakte, ik de gouden band eraf haal en het wegstopte. En als je thuis kwam, zag je dat je alleen een horloge had. Wat zou er gebeuren? Je zou aan iedereen zeggen, koop alsjeblieft niet bij Corrie ten Boom. Ze geeft je niet de waarde voor je geld. Kijk, als jij en ik, als wij ons niet helemaal aan de Heer geven, dan geven we hem niet de waarde die hij betaald heeft aan het kruis. We zijn duur gekocht. Dat kruis was verschrikkelijk. Het was een vreselijk hoge prijs voor jou en mij. Ik heb ook wel eens verteld dat toen ik een gevangene was, dat ik dat vreselijke moest doormaken, dat ik naakt moest staan. Ik kon het bijna niet dragen. En toen ineens herinner ik me dat van de Heer Jezus gezegd is, ze hebben zijn klederen onder zich verdeeld. Toen begreep ik iets meer van de ontzaglijke hoge prijs van het kruis. Dat was omdat ik zelf een heel klein beetje van de kruisdood aan het lijden was. Ik kon toen zeggen, o Jezus, wat is mijn pijn bij uw lijf en zielensmart. O Jezus, hoe mijn ziel ook kwijne. Eén blik op u versterkt mijn hart. Hebt gij dat al voor mij gedragen? Voor mijn grote, grote schuld. Zal ik dan om mijn pijnen klagen en die dragen met geduld? Ja, de prijs is hoog, maar hij is betaald. Het is heerlijk om ons over te geven aan hem die ons gekocht heeft met lichaam, ziel en geest en je leven te verliezen voor hem. Dat betekent je leven te winnen.